Hoi allemaal! Vandaag heb ik voor jullie een soort video die ik volgens mij nog nooit eerder gedaan heb. Ik ga namelijk een look maken met voor 20 euro, ik geloof 20 euro en 59 cent, zoiets, voor 20 euro aan producten. That's it. En ik heb ook gedaan dat je eigenlijk niet echt, je hebt één kwast nodig. That's it. Toch? Even kijken, ja. Ja, en ik heb voor oogschaduw twee soorten, dus... Met de ene soort is het 20 euro zoveel en met de andere soort is het 20 euro zoveel. Ik dacht 20,59 euro, maar het zat heel lastig om het bonnetje van de kruidvat te zien. Te zien welk product het om gaat. Er staat altijd gewoon Catrice make-up of Essence make-up en dan heb ik geen idee. En ik heb niet alleen dit gekocht, maar nog meer dingen die ik wilde proberen. Dus ik hoop dat het ongeveer klopt. Maar goed, anyways... Laten we gewoon beginnen. Ik heb nog niks op mijn gezicht, behalve een dagcremetje. En ik was hier benieuwd naar. Dit is de Essence Soft and Natural Makeup Long Lasting. Ik heb medium beige genomen. Ik vraag me af of dat degene was die ik heb geprobeerd. Oké, dit is altijd een handige tip die ik gisteren in mijn dwaze moment ben vergeten. Ik heb natuurlijk nog steeds een beetje hormonen en zo na de zwangerschap. Ik kijk dan altijd, nou ja... Ik test zeg maar en dan staan dan testertjes en dan is meestal zeg maar, het nummer daar, hè, dan ligt daarachter liggen de verpakkingen. Maar het ligt natuurlijk niet altijd goed en volgens mij heb ik 02 opgehaald. Maar goed, we gaan het gewoon zien. En het is dus ook, het is niet alleen een make-up look onder de, hè, zeg maar van 20 euro, maar het is ook nog een soort eerste indruk. Want het zijn allemaal producten die ik nog nooit eerder heb gebruikt, behalve een van de twee oogopties. Dus, let's go. Nou, dit is denk ik een beetje donker. Ik denk dat ik de andere kleur had moeten hebben, maar mijn lichaam is op zich wat donkerder, dus we gaan er gewoon mee werken. En ik breng het aan met mijn vingers. Het is een beetje veel, denk ik. Ik heb remover doekjes bij de hand. Zo. Het begin is al lekker. Als ik een beetje warm overkom... Het kan zijn dat ik een beetje slaapgebrek heb. Ik had gisteravond ben ik op pad geweest met een vriendinnetje van mij. En, of eigenlijk mijn beste vriendinnetje, die ook mijn ceremoniemeester was. dat heb ik niet zo, dat heb ik al heel lang niet gedaan. Dus dat is sowieso altijd eventjes wennen. Maar in anderhalf jaar tijd of zo niet zo laat thuis geweest. Dus ik heb niet zo heel lang geslapen. Want mijn biologische klok dekt wel gewoon om 7 uur tijd om op te staan. Ik zit ondertussen naar het schermpje te kijken zeg maar, hoe de foundation zeg maar, eruit komt. En het valt me echt helemaal niet tegen. Het is altijd fijn als je een nieuwe ontdekking doet. Hij voelt prettig aan. Een beetje dik als een soort crème. Maar helemaal niet zwaar. Even een spiegeltje pakken. Dan kan ik het beter van dichtbij zien. Het is een lichte tot medium dekking. Hij ziet er heel natuurlijk uit. Je moet alleen zorgen dat hij niet ophoopt. Want hij kan, zeg maar, als je het op bepaalde plekken net niet lekker uitsmeert, dan hoopt hij daar zeg maar, op, zie ik. Maar... Nou, valt niet tegen. Geen idee natuurlijk hoe die het houdt, want er staat long lasting, maar dat gaan we nog niet ontdekken. Dan heb ik iets waar ik al een tijdje benieuwd naar was, het Catrice Allround Contouring Palette. En ik had bedacht dat ik dit ook als concealer kon gebruiken. We gaan het zien. Hier zitten allemaal creamy producten in, een creamy highlighter, twee creamy lichte kleuren en twee creamy donkere kleuren. Ik heb stiekem alvast gisteren de donkere kleur getest voor mijn avondje uit. Dus ik begin met de lichtste kleur. Deze kleur. En die is een beetje roze ondertoon. En die ga ik gebruiken onder mijn ogen. Die wallen moeten toch een beetje weg. Het is dus niet echt bedoeld als concealer. Maar in de categorie we moeten werken met een beetje een goedkope. Tenminste, ik had bedacht dat het leuk was om gewoon een hele goedkope look te maken. En die kan je dus ook zeg maar zo heftig en zo subtiel maken als je wilt. Maar ik vond het wel leuk om het toch een klein beetje bij te contouren. Want dat doe ik nou eenmaal graag. Nou, hier. Daar klaart enorm op.
Hij bedekt natuurlijk niet super erg de wal. Maar het geeft wel echt een mega boost, zeg maar, qua wakkere blik. Nou ga ik de iets donkere, meer gele ondertoon gebruiken om mijn onzuiverheden een beetje te bedekken. Dus gewoon als een concealer. Nou, ondanks dat hij daar niet echt voor bedoeld is, gaat dat eigenlijk ook best wel prima. Het is niet helemaal weg, maar dat vind ik ook niet echt hoeven. Maar dit is er eentje die ik zelfs met de Estée Lauder Double Wear niet helemaal weg krijg, hoor. Dus oké. Dan gebruik ik een beetje ook van die kleur als een oogschaduwbasis. Op mijn, vooral op mijn bewegend ooglid. Dan gebruik ik niet die lichtere kleur, maar die highlighter kleur. Die ga ik gebruiken onder mijn wenkbrauw. Ik heb trouwens geen wenkbrauwproduct toegevoegd. Omdat ik dat niet nodig vond. Maar ik heb nog in mijn hand gestaan met een Essence oogschaduw kitje. Maar dat vond ik zo voor de hand liggen. Daarom heb ik het niet gedaan. Maar daarin zaten 4 kleurtjes. En dat was echt heel goedkoop. 2-3 euro. En zeg maar, dus 2,5 euro, 3,5 euro. En dat zou je ook super goed gewoon voor je wenkbrauw kunnen gebruiken. Ik had bedacht dat ik mijn wenkbrauw alleen even doorkam. Maar je kunt natuurlijk prima zo'n kitje dus gebruiken voor en je ogen en je wenkbrauwen. Die highlighter die breng ik ook aan in mijn binnenste ooghoeken. Voor net een beetje meer oplichting. En die gebruik ik op mijn jukbenen. En ik vind zeker in de zomer echt crèmeproducten heel erg fijn. Ik heb geprobeerd trouwens ook een aantal wat nieuwere producten te kiezen. Maar ja, dat blijft altijd een beetje. Deze zijn niet heel nieuw, maar er komen zo nog wat nieuwere aan. Dit is een hele subtiele, maar ik vind hem echt een mooie highlighter. Het is een beetje icy. Maar niet te zilver, zeg maar. En die breng ik gewoon met deppende beweging aan. Breng ik ook een beetje aan in mijn cupidoboogje. En een klein beetje op mijn neus. En nu ben ik nu alweer dus niet handig bezig. Want wat ik nou gisteren heb, heb ik deze ook al geprobeerd. De Catrice Smoky Matte Powder Liner. Dat was mijn ene optie voor ogen. De andere optie is de Catrice Liquid Metal Eyeshadow in Golden Rose. Nou heb ik deze al geprobeerd. En nu kwam ik erachter dat hij best wel veel fallout had. Ik had hem namelijk gisteren op. Dus nu denk ik, oh nee, nu heb ik dus al mijn make-up al netjes zitten doen. Nu ben ik een beetje in twijfel. Het is dus een heel grappig, ja, het is niet eens een kwastje, het is een soort, ja, een soort spoelie. En die geeft dus gewoon, dat is gewoon met poeder en die geeft, daar kan je dus een hele mooie smoky lijntje mee maken. Maar ik denk dat ik om nu mijn make-up niet te ruïneren dit niet ga doen. We gaan het zo zien. De eerste optie is de oogschaduw. Ik vind sowieso de Catrice Liquid Metals heel erg mooi en dit is gewoon mijn favoriet. Oh. Oh nee. Oké, deze heb ik al best wel lang. Vandaar dat ik nu enigszins in shock ben, want Oké, well this is a new one. Dus die ga ik aanbrengen. Voor zover dat nu nog lukt. En dat doe ik gewoon met mijn vinger op mijn bewegend ooglid. En helemaal van slag. Want ik heb nog helemaal niet gecontoured. En dat wilde ik ook nog even doen. Maar goed. Gaat allemaal goed komen. Ik ga eerst die contour afmaken. Want dit wordt allemaal heel verwarrend. Weinig slaap. Niet goed. Er zitten 2 bruine kleuren in. Een wat warmere, en een wat koelere. Ik ga voor de koele kleur. En die breng ik aan onder mijn jukbenen. Ik maak trouwens steeds mijn vingers even schoon. Met een make-up remover doekje.
En ook dit blend ik weer in. En zoals je ziet, deze had ik dus gisteren al geprobeerd. Soms ben je gewoon te nieuwsgierig en dan kan je niet wachten. Je hebt er heel weinig van nodig, komt echt best wel kleur vanaf. En dit breng ik gewoon met een soort kloppende bewegingen aan. En ik kan het wel even laten, het valt echt nauwelijks op. Nou kan je natuurlijk heftiger gaan, hè, door bijvoorbeeld hier ook nog aan de slag te gaan. En dat heb ik bijvoorbeeld al gisteravond gedaan. Maar dat is eigenlijk voor gewoon overdag niet nodig. En je kunt het hier nog aanbrengen, maar ik hou het gewoon simpel. En ik vind het echt een hele mooie contour. Dus ik was er heel blij mee. Nu ben ik een beetje in twijfel. Ik ga denk ik toch deze doen, want dan zie je het effect. Dus zeg maar, dit is op gewoon een basic O-schaduwtje. Ik ga hem nu wat meer smoky maken, maar dat is dus helemaal... Je kan dus kiezen wat je leuker vindt. Ik probeer het nu zo zonder fallout te doen. Dat zou wel fijn zijn. En ik probeer het te voorkomen door wat meer te drukken in plaats van te wrijven. En dan kun je, als je zo'n soort kwastje hebt liggen, zo'n soort spoelie, kun je die gebruiken. Als je dat niet hebt liggen, kun je ook gewoon een wattenstaafje gebruiken. Daarmee blend ik het in. En ik werk hem dan naar beneden toe, zodat hij echt in mijn wimperrand komt te zitten. Dan krul ik mijn wimpers. Natuurlijk heel optioneel, maar ik doe het echt altijd. Dan mascara. En dit is een nieuwe mascara. En daar was ik heel benieuwd naar. Dit is de Catrice Glam & Doll False Lash Mascara. In de kleur Blackest. Je hebt er meerdere. Wat ook wel een mooie verpakking. Een beetje dat lila. En dit is het borsteltje. Wat me heel erg doet denken aan de Lash Sensational van Maybelline. En dat is natuurlijk mijn favoriet. Je zou ook kunnen... Ik zit hier liggen. Je zou ook kunnen zeggen dat ze best wel op elkaar lijken. Die ga ik aanbrengen. En die heb ik nog niet geprobeerd. Ik ben echt heel benieuwd. Oké. Nou. Dit valt me niet tegen. Dit is één laagje. Echt wel een mooi effect. Zo ziet de mascara nu uit. Ik vind het echt heel mooi. Oké, mijn SD-kaart zat vol. Maar dit is dus het effect. Ik vind het echt wel heel mooi mascara. Gewoon simpel, mooi volume, gedefinieerd. Top. Dan de blush. Dit is de Catrice Illuminating Blush in Coral Me Maybe in 020. Ik vond het wel heel mooi eruit zien. Dus die breng ik aan. Dat is eigenlijk de enige kwast die ik gebruik, is dus een blush kwast. Oh, die vind ik ook wel heel mooi. Ik weet niet of het helemaal overkomt op beeld, want hij is best wel heftig eigenlijk. Hele mooie koralen kleur met een mooie subtiele glans. Ik weet natuurlijk, ik heb natuurlijk al highlighter op, dus ik weet niet in hoeverre de glans van de blush komt of van de highlight. En dan als laatste de lippen. En daarvoor gebruik ik de Essence Lipstick in 02 Cute Nude. Het is degene met zo'n doorzichtige hoes. En de kleur heet Cute Nude. En hij deed me heel erg denken aan de, qua kleur aan de Estée Lauder Desirable Lipstick. Maar dan veel meer sheer. Hij voelt heel romig aan. Hij is iets koeler dan ik had bedoeld. Maar hij voelt wel heel lekker aan. Ik denk dat hij echt binnen no time van je lippen af is. Maar hij voelt wel heel fijn aan. En dat was het. Dit is de look die ik heb gemaakt. Ik ben eigenlijk over alle producten wel te spreken. Behalve dat deze dus een beetje een gebruiksaanwijzing heeft. Maar ik vind vooral
deze echt super. Ik vind de blush heel mooi. Ik moet zeggen dat ik ook best over de basis te spreken ben. En ook over de mascara. Nou, top. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Eigenlijk mijn all-time favorite parfum. Dit is denk ik mijn signature geur.